Met deze symbolische daad werd het stevig opgeknapte busstation van Tilburg vanochtend geopend. Door de gedeputeerde en door de wethouder. Ja, we zijn er doorheen gereden. En het is een mooie dag voor Tilburg, want we hebben nu een echt busstation. Een busstation waar je ook goed kan staan, overkapt. We hebben een goede dag uitgekozen, want het regent vandaag een beetje. En je ziet meteen dat het werkt. Mensen drogen de bus in. Een heel mooi station, groen, duurzaam. Iets om trots op te zijn. Om de opening van het busstation te vieren werden de passagiers getrakteerd op gratis koffie en een gevulde koek. Weet je waarom je de gratis koffie krijgt? Ik denk dat er een nieuw busstation geopend is. Wat vind je ervan? Ik vind het mooi geworden. Het heeft wel vertraging gehad, maar eindresultaat mag er zeker wezen, ja. Ja. Was het nodig, een nieuw busstation hier? Ja, ik denk het wel. Als vorige, toen zaten wij nog net in de eerste hier. Daar liep iedereen over de weg heen door elkaar heen. Was vaak ongeorganiseerd. Ja, de andere stond je niet overdekt en als het regende, dan was je zeik nat. Jij bent er wel blij bij? Ja, heel blij. Een afdakje staat in ieder geval lekker droog nu. Je kunt gewoon droog lopen. En het is gewoon ruimer geworden. Ook voor de bussen fijner in de halte inrijden, overzichtelijker. Ja.